Vrijdagmorgen is in aanloop naar het weekend van de Nijmeegse geschiedenis een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en de gemeente Nijmegen. Een zelfstandige stichting moet de programmering van het huis overnemen van de gemeente. Het huis ontvangt ruim 20.000 bezoekers per jaar met tentoonstellingen, voorstellingen, lezingen en festivals. Volg ons online via Facebook @altijd1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijd1. Want Nijmegen is altijd N1.